Het is groot genoeg om hier in zo'n grote getale te mogen begroeten op deze JNF Experience avond. Een avond die in het licht staat van 115 jaar Joods Nationaal Fonds, waarbij het accent zal liggen op ontwikkelingen in de Arava. Dat ik hier sta en mij al jaren inzet voor het JNF is niet zo verwonderlijk. Betrokkenheid bij het werk van het Joods Nationaal Fonds is mij van jongs af aan bijgebracht. In een boek over het Joodse leven in Plonsk, het stadje in Polen, waar Ben-Gurion en mijn grootvader bij elkaar in de klas zaten. In dat boek vond ik een foto van JNF-vrijwilligers. Op de tweede rij in het midden mijn toen 19-jarige vader. De datum 1924, 93 jaar geleden. Werken voor het Joods Nationaal Fonds geeft zeer veel voldoening. Vooral omdat je met eigen ogen kunt zien wat voor prachtige projecten er de afgelopen decennia tot stand zijn gebracht. De uitgestrekte bossen, parken, waterprojecten zoals het Willem-Alexander, projecten Mitz-Peramon en het Simon Peresmeer in Dimona en talrijke voor recreatie geschikte picknickplaatsen en fietsroutes zijn voor iedereen toegankelijk. In de 115 jaar van het bestaan van het JNF is het planten van bomen de core business van de stichting geweest. Met zoveel succes dat er in het noorden en midden van Israël nauwelijks meer streken te vinden zijn zonder parken of bossen. Dat wil niet zeggen dat daar helemaal niets meer hoeft te gebeuren. In het verleden werden bossen geplant met één boomsoort en hierdoor zijn deze bossen gevoeliger voor ziekten en leidt het natuurlijke afstervingsproces vaak tot kaalslag. Daarom leggen wij tegenwoordig vooral ook de nadruk op het financieel ondersteunen van het onderhoud en de nieuwe aanplant. Zo zullen wij volgend jaar een groot project starten om door de brand getroffen bossen rondom en in Haifa weer te herstellen. En afgelopen donderdag en vrijdag heeft helaas een hevige brand in de regio Etam, in de heuvels rond Jeruzalem, ruim 500 hectare bos in de as gelegd. Ook voor het herstel hiervan zullen we ons gaan inzetten. Vanavond gaat het echter over de Arava. De ontwikkeling van plaatsen als Paran en Idan heeft u in het verleden op een fantastische wijze gesteund. Een goed voorbeeld van het resultaat van deze financiële steun is het enorme succes van de paprika teelt in Paran. Aan dit succes zit echter ook een keerzijde. Door deze monocultuur ben je als bedrijf kwetsbaar als de markt fluctueert of de concurrentie te zwaar wordt. Er is in de Arava dan ook dringend behoefte aan het planten van nieuwe groente- en fruitgewassen. Het woestijnklimaat vraagt echter om gewassen die de hitte kunnen weerstaan en slechts weinig water nodig hebben. Hiervoor is onderzoek nodig, waarbij door het uitzetten van verschillende soorten groente- en fruitgewassen een selectie kan worden gemaakt van planten die de barre woestijnomstandigheden kunnen overleven. Door de zaden van deze planten weer te vermeerderen, kunnen uiteindelijk soorten worden gekweekt die in de Arava kunnen worden gebruikt. Dit is een kostbaar en tijdrovend proces. Een proces dat van groot belang is voor het voortbestaan en de groei van de nederzetting in de Arava. Door nieuwe groente- en fruitgewassen te telen, waarvan de producten kunnen worden geoogst op momenten dat deze elders niet voorhanden zijn, komt er meer werkgelegenheid en wordt het aantrekkelijk voor jonge gezinnen om zich in de Arava te vestigen. Mirit Hilman, afkomstig uit Idan, zal u daar straks weer over vertellen. Ik zou graag zien dat de successen die het JNF in het noorden en midden van Israël heeft bereikt, ook in de Arava zullen plaatsvinden. Vanavond vraag ik u dan ook om financiële steun voor de verdere ontwikkeling van de Arava. Door de pledgekaart die u op uw stoel heeft gevonden straks ingevuld af te geven bij het verlaten van de zaal, maakt u dit mogelijk. En met die financiële steun brengen we de Arava verder tot bloei en geven we de inwoners daar een goede toekomst.